Wie wil astronaut worden? Blijkbaar heel veel mensen, want meer dan 22.000 kandidaten schreven zich in om astronaut te worden bij de Europese Ruimtevaartorganisatie. Maar er zijn er maar 8 gekozen. En heel cool, er zit een Belg tussen. It is a pleasure to be here. I'm Raphaël from Belgium. Dit is Raphaël Liégeois. Hij is 33 jaar oud en komt uit Namen in Wallonië. Raphaël heeft 2 kinderen en verschillende diploma's in wetenschappen. Raphaël speelt piano, orgel en gitaar. Hij is sportief. Hij is ook luchtballonpiloot. Raphaël kan als derde Belg ooit naar de ruimte gaan. De vorige ruimtevaarders waren deze 2. Dirk Vriemout en Frank de Winne. Dirk was de allereerste. 30 jaar geleden maakte hij een reis van 10 dagen rond de aarde. Iedereen in België was heel trots. Ook koning Philip, die toen nog prins was. Kunt u mij zeggen wat u ziet door het venster? Frank mocht 2 keer naar de ruimte. 1 keer in 2002 en dan nog eens in 2009. Toen bleef hij 6 maanden lang in het ruimtestation ISS. Hallo Frank. Zeer grote proficiat hoor, jongen. Dag Frank. Dankjewel, het zal hier heel goed gaan. Raphaël is vanaf nu dus officieel astronaut. Hij krijgt een stevige opleiding en de kans is groot dat hij ooit naar de ruimte gaat. Wanneer en voor welke missie, dat weten we nog niet. Maar de Europese Ruimteorganisatie heeft ook plannen om naar de maan te gaan. Dus wie weet staan er ooit wel Belgische voeten op de maan. Merci om de video te bekijken. Vergeet niet om de video te liken. En abonneer je ineens ook op ons kanaal om niets van Karwei te missen. En check deze video's ook. Hè.